Volgens mij zit Nederland, wat Van Mierlo en de hoop scheffen ook zeggen, hartstikke fout ten opzichte van Griekenland. Wie heeft er nou in de eerste plaats ooit gehoord van een vrouwelijke militaire attaché? En wat doet hij dan op Lesbos? Tenzij het een pot was, maar ze was met een mannelijke Italiaanse attaché, militair. Een heer Valpolicella. En dan zijn ze op Lesbos en dan kunnen ze wat allemaal niet zien. Het Parthenon, de Leeuwenpoort van Mycene, het orakel van Delphi. Nee, dan gaan ze de schepen in kaart brengen. Dat gaan ze opschrijven en dan in een taverna eten. En dan laten ze dat boekje daar nog achter ook. En Lesbos is 6 eeuwen lang Turks geweest. Dus je kan me voorstellen dat die Grieken des duivels worden. En je krijgt hetzelfde wat er in 1992 was. Toen een discjockey opriep tot boycott van de Nederlandse producten. Omdat Nederland in het kader van de EG Macedonië wilde erkennen. Dus wat krijg je? Dat de Feyenoord en de Ajax en de PSV Vla niet meer naar Griekenland kunnen. En dat wij weer van de weeromstuit geen Panathinaikos yoghurt gaan eten. Maar ik doe daar niet al mee. Ik laat me niet gek maken. Ik blijf gewoon rustig lekker mijn Griekse wijntje drinken. En ik wil bij deze graag een toast en een proost uitbrengen op alle in Nederland wonende Aleviten. Jongens, daar ga je. Wat ben je nou toch allemaal aan het doen, joh? Zo. Wat heb je? Dat kan niet, hoor. Dat volgens de dat kan goedenavond, niet de media, dames en heren. Welkom in deze geprivatiseerde deksel van de desk. Waarin u niet alleen de laatste actuele grappen kunt verwachten, maar waar u en passant ook uw Vermeer postzegels kunt kopen. Een fijne collectie herensokken in alle maten en merken. Een schitterende collectie luxe herendassen. Wij serveren een fijn vers Vermeerbroodje. En ook voor de kids kunt u een knuffeltje meenemen of het laatste Ajax-materiaal. U kunt bij ons de zogenaamde zonnevluchtjes boeken en alle NS-dagtrips. Zou ik deze sokken kunnen krijgen dan? Ja, dat is goed. Maar wilt u dan wel even daar eerst een nummertje trekken?